Welkom bij een nieuwe aflevering van Meesterwerk. Een serie gesprekken over ontwikkelingen binnen het onderwijs. En dat is eigenlijk wat ik nu doe. Dus de bewustwording verspreiden over nieuwsgierigheid in het onderwijs. Mijn naam is Jan-Jaap Hubeek. Dit is Meesterwerk. Jason, welkom. Goedemiddag. Ik ben nieuwsgierig. Nu al? Dat doen we goed. Dat is de aanleiding dat wij dit gesprek hebben. We zitten in de Hogeschool Leiden. Je bent aangekomen uit Rotterdam. Mm-hmm. En in de auto vertelde je al een beetje over wat je allemaal doet. Maar even voor de luisteraar, neem ons even mee. Wie ben jij? Wat doe je? Goeie vraag. Ik ben Jason. Ik ben 24 jaar en ik woon inmiddels in Rotterdam. Geboren en getogen in Raalte. Ik ben een dorpje in de buurt van Zwolle. En na middelbare school een bachelor gedaan in creative technology, een soort van industrieel ontwerpen. En daarna heb ik een master gedaan in innovatie management. En ik kwam er eigenlijk al vrij snel achter dat ik het heel interessant vond hoe mensen denken, wat hun drijft, hoe ze creatief konden zijn. En toen heb ik een afstudeeropdracht gedaan over hoe teams nou echt creatief kunnen zijn in organisaties. En ik kwam erachter dat bewustwording daar heel veel belangrijk voor is. Dus mijn onderzoek toonde onder andere aan dat als je creatief wil zijn als team, is het als eerste heel erg belangrijk dat je weet wat creativiteit precies is. Zonder dat je eigenlijk mee aan de slag gaat. En dat je dus wist wat creativiteit precies was, zorgde ervoor dat je ook als team creatiever werd. En dat is eigenlijk het begin geweest voor mij. Help me even, want je moet eerst weten wat creativiteit is om er iets mee te kunnen doen. Ja, het helpt in ieder geval heel erg mee. Dus je ziet heel vaak van die interventies bij teams. Dat je ze probeert creatiever te maken met mooie brainstorm tooltjes, met coole technieken. Maar in de grondslag is het eigenlijk heel erg belangrijk dat je als team weet wat een creatief team eigenlijk precies is. Wat zijn de karaktereigenschappen? Wat zijn creatieve situaties waar je team als in kan spelen? En als je dat eigenlijk alleen al weet, dus helemaal nog niet de creatieve brainstorm methodes hebt, word je als team al een stapje creatiever. Om puur dat je het puur kan dat je er bewust van werd. Ja, grappig. Ja. En die bewustwording, dat trok me eigenlijk heel erg aan. Dat je zo mensen eigenlijk qua gedrag al heel erg kan veranderen door alleen maar bewuster te worden van wat je eigenlijk precies doet en wat je beter kan doen. En dat is eigenlijk ook het begin geweest van Creating Curiosity. Mensen bewust maken waarom nieuwsgierigheid eigenlijk zo belangrijk is in het leerproces. We zijn allemaal wel nieuwsgierig op verschillende soorten manieren. Maar we staan er eigenlijk nooit bij stil hoe belangrijk nieuwsgierigheid eigenlijk precies is. En dat is eigenlijk wat ik nu doe. Dus de bewustwording verspreiden over nieuwsgierigheid in het onderwijs. Ja, en dat doe je op verschillende manieren. En Instagram is in ieder geval één van die manieren. Maar je weet een heel groot publiek te bereiken. Dus hoe weet jij dat te prikkelen dat je dat mensen naar je toe komen om uit te gaan zoeken wat daarachter zit, achter de nieuwsgierigheid? Ja, goede vraag inderdaad. Ja, ik denk dat prikkelen begint bij gewoon jezelf openstellen en kennis delen. Kijk, je kan mensen natuurlijk vragen van, hey, mag ik een workshop bij jou komen geven? Of mag ik bij jou een gastles komen geven? Maar ik denk als je jezelf openstelt en gewoon je kennis actief deelt, op wat voor manier dan ook, dat er veel vrijblijvende manier is waardoor mensen kunnen leren. En dat je eigenlijk dus dat bereik van mensen omdraait in plaats van dat je ze actief opzoekt, dat je mensen naar je toe trekt om gewoon te delen. En dat is eigenlijk precies wat ik doe via Instagram. Ik gooi eigenlijk alle kennis die ik heb gewoon online. Van quotes tot en met nieuwsgierige vragen, tot en met onderzoeken. En dat kunnen mensen zien. En ze lijken het heel erg leuk te vinden. En waar ik me heel erg op focus. Noem eens een leuke quote die iets opriep, waardoor mensen naar je toe komen. Ja, nou toevallig heb ik gisteren een quote gepost. En die quote die ging over dat goed lesgeven eigenlijk meer het stellen is van de juiste vragen dan het geven van de juiste antwoorden. En het komt er eigenlijk op neer dat je dus leerlingen niet gelijk altijd een antwoord moet geven, maar dat je juist meer moet laten uitzoeken. En dat je door de juiste vraag te stellen aan de leerlingen, dat ze dan vanzelf het weg naar het antwoord gaan vinden. Nou, en als je zelf die weg vindt, dan onthoud je het ook veel beter wat je leert. En op basis daarvan, deze ene quote werd ik toevallig vanochtend gevonden door een school in Eindhoven. Die zei, nou, we vinden jouw quotes echt heel erg inspirerend. We zouden graag willen dat je ons begeleidt bij een brainstorm sessie over hoe wij onze opleiding meer nieuwsgierig kunnen maken. En dat is eigenlijk een beetje hoe dit dan uit voortkomt. Wat doe je dan in zo'n workshop als je naar zo'n school gaat? Bewustwording verspreiden eigenlijk. Ja, hoe?
Mooie termen, maar hoe maak je ons bewust? Wat doe je met zo'n team? Want dat zijn het allemaal leerkrachten die... Ja, dus vaak bijvoorbeeld, als er dan een workshop op bijvoorbeeld een basisschool is, dan kom ik daar. En dan hou ik eerst een praatje over wat nieuwsgierigheid eigenlijk precies is. We kennen het woord eigenlijk wel, maar er wordt vaak heel kinderlijk over gesproken. Want kinderen zijn natuurlijk de meest nieuwsgierige personen die er zijn. Maar als volwassenen is het eigenlijk ook gewoon heel belangrijk om nieuwsgierig te zijn. Een open mindset, verschillende perspectieven zien, durven falen. Is ook iets wat nieuwsgierigheid heel erg tegemoet komt. En dat ga ik eerst vertellen. Dus wat houdt nieuwsgierigheid nou precies in? En dat vlieg ik aan via een academische hoek. Dus ik pak echt wetenschappelijke onderzoeken erbij, die verschillende projectjes hebben gedaan, onderzoek hebben gedaan over waarom nieuwsgierigheid nou zo belangrijk is en dat ook bewezen hebben. En als die basis staat van bewustwording, dan ga ik eigenlijk direct de interactiviteit in. Dus dan ga ik ze vragen stellen, dan roep ik de discussie op, laat ik ze opdrachtjes doen waarmee ze ook echt kunnen beleven wat dus eigenlijk de kracht van nieuwsgierigheid is. Hoe oud ben je als ik vragen mag, Jason? 24. Je bent 24 en jij gooit op Instagram, sociale media, gooi je vragen en quotes en schoolteams, mensen die opleiding hebben gedaan, die met honderden kinderen dagelijks werken, die bellen jou op en die zeggen, we willen heel graag dat je ons komt helpen. Hoe is dat voor jou? Ja, het voelt mij soms een beetje gek. Hè? Want ik ben natuurlijk een hele jonge jongen. En mijn doel is ook helemaal niet om het onderwijs op de kop te gooien. Maar ik vind het wel heel fijn dat mensen openstaan voor nieuwe, frisse perspectieven. En ik heb een achtergrond dan in creativiteit en innovatie. En daarin is nieuwsgierigheid heel erg belangrijk. En ik vind het heel tof dat scholen dat dan inzien, dat ze daar dan ook actief aan kunnen werken. Hè? Weet je hebt natuurlijk het thema 21st century skills, wat nu heel erg belangrijk is tegenwoordig. En nieuwsgierigheid hangt daar eigenlijk onder. Ik zie het zelf als de basis. En dat scholen daar aan willen werken en openstaan voor een fris perspectief vind ik heel tof. Want dat is niet alleen voor mij heel leuk, want ik kan daar aan komen. Maar het is ook het begin van een school of een leerkrachtteam om zichzelf verder te ontwikkelen als ze dat openlaten. Ja, ja. Ben je dan ook nieuwsgierig wat er op zo'n school al gebeurt of waarom ze tot zo'n vraag komen? Want hoe wek jij je eigen nieuwsgierigheid in zo'n proces? Ja, eigenlijk wat ik doe is ik verzamel eigenlijk de kennis die ik van elke school krijg. En dat neem ik mee elke keer naar de volgende workshop. Ik ga nooit een workshop helemaal leeg in. Dus ik bel eerst met een teamleider of met een docent of van een klas om te vragen van oké, hoe benut jij nieuwsgierigheid nou precies? En dan komen er verschillende dingen naar voren, bijvoorbeeld een bepaalde doos waarin vragen kunnen worden gestopt of bijvoorbeeld een boek van de week. En op basis daarvan ga ik dus bepaal ik voor mezelf oké, hoeveel zijn ze hier al mee bezig? En dan ga ik kijken van een klas die ik heb begeleid, die was bijvoorbeeld al heel nieuwsgierig. Hoe hebben zij dat dan pakken aan? En dan neem ik die best practices mee naar zo'n school. En eigenlijk hoe ik mijn eigen nieuwsgierigheid dan verzadig tijdens zo'n proces is gewoon om heel veel te vragen. Te weten hoe het werkt, wat ze doen. Want heel veel dingen gaan er vaak ook hartstikke goed. Alleen staan ze er soms niet helemaal bij stil. En dat is dus weer dat ik weer terugkom op die bewustwording. En zodra ze weten wat ze doen, waarom het heel erg belangrijk is, gaan ze het nog meer doen om het zo uiteindelijk nog verder te verbeteren. En ik geloof oprecht, en onderzoeken ondersteunen daar ook vaak in, dat nieuwsgierigheid de basis van alles is. Dus als wij door het leven gaan met een open mindset, verschillende perspectieven proberen te begrijpen, het niet zozeer ermee eens hoeven zijn. Want dat is eigenlijk, hè? Kijk, de kracht van nieuwsgierigheid is dat je open staat voor nieuwe dingen, maar tegelijkertijd ook kan begrijpen hoe het in je eigen plaatje past. Iemand die een heel verkeerd gedachtegoed hebt, hoef je het niet mee eens te zijn, maar je kan wel proberen om diegene te begrijpen. En dat verrijkt je eigen wereld weer. En dus het creating curiosity is dus eigenlijk letterlijk wat ik doe. Dus het creëren van nieuwsgierigheid op scholen, bij leraren, bij leerlingen, bij aankomende leerkrachten als student. Om te zorgen dat ze die skills weer later zelf kunnen toepassen en kunnen verspreiden. Ja. Hey, neem even mee, welk theoretisch kader geef je aan het begin? Een van de dingen die ik onder andere vertel is de nieuwsgierige zone. Dat is een theorie van Lowenstein. En hij heeft eigenlijk in beeld gebracht wat nieuwsgierigheid nou echt precies is en wanneer je jezelf nieuwsgierig voelt. En dat is eigenlijk het vertrekpunt van alles. Hè? Wanneer ben je nou eigenlijk nieuwsgierig? Wat betekent nieuwsgierigheid voor jou? En vaak stel ik dan ook een vraag voordat een workshop begint. Hoe voelt nieuwsgierigheid nou precies? Want dat is voor iedereen anders. Ik beschrijf het zelf vaak als een jeukend gevoel. En als ik dan het antwoord weet, vind ik het eigenlijk jammer dat je niet meer kan krabben, hè? Want dat is juist het fijne wat er is. Ja. Maar hoe Lowenstein een nieuwsgierige zone beschrijft, is dat je eigenlijk niet nieuwsgierig kan zijn als je niks van iets af weet.
Kijk, als ik niet weet dat iets bestaat of dat er ergens iets is, dan kan ik er niet nieuwsgierig naar zijn, want ik weet niks. Ik kan me niet inbeelden. Als je te veel van iets weet, is het juist zo dat je dat expertniveau behaalt en dat je gaat afsluiten voor nieuwe informatie. Want je denkt, want ik weet het eigenlijk al. Dus ten eerste, als je dus in de perspectief van de leerkracht wil plaatsen, is het heel belangrijk dat je kinderen prikkelt. Hè, met open vragen, mysteries, dingen openlaat, zodat ze een beetje van iets weten. En tegelijkertijd is het dus ook belangrijk dat je hun kennisniveau oprekt. Dus als ze denken dat ze alles weten, moet je juist weer een extra vraag stellen, waardoor je die nieuwsgierige zone weer oprekt. En dat is eigenlijk gewoon een parabool. Zo werkt het dus een beetje. Weet je te veel, word je minder nieuwsgierig. Weet je te weinig, ben je eigenlijk ook niet echt nieuwsgierig. Want je kan nergens nieuwsgierig naar zijn. Dat is één theorie die ik vaak gebruik om het een beetje te kaderen. Aan het begin van zo'n workshop. En dan ga ik al meteen aan. Dus dat gebeurt er waarschijnlijk ook met die leerkrachten. Kan je een mooi voorbeeld geven van een workshop waar je iets gegeven hebt, waar ook wezenlijk iets veranderd is of verdiept is, of waar die school of zo'n team verder in is gekomen? Heb je een leuk voorbeeld als legacy van jouw werk? Ja, wat ik heel erg leuk vond, is ik geef soms workshops op scholen zelf. Dus dan heb je echt één team. Maar ik geef soms ook van die combinatie workshops waar gewoon verschillende scholenteams bij elkaar zitten. En dan krijg je heel erg die kruisbestuiving. Dus neem bijvoorbeeld één school die al heel erg focust op nieuwsgierigheid en één school die dat wat minder doet. En dan gaan ze heel erg dingen met elkaar vergelijken en gewoon dingen met elkaar delen. En bijvoorbeeld één voorbeeld die toen werd gegeven was, ik zei net ook even kort, zo'n doos met dan de vragenbox eigenlijk. Ja, daar kunnen kinderen dan vragen in doen. Omdat als bijvoorbeeld geen tijd is voor een vraag tijdens een les, dan kan de nieuwsgierige vraag kan dan daarin. Bijvoorbeeld, waarom is de lucht blauw? Dan gaat die vraag daarin. En kinderen stellen natuurlijk heel veel verschillende soorten vragen. En dat stapelt zich op natuurlijk. Hè? Dus dan heb je als school een hele mooie box waarin je die vragen stopt. Maar wat wordt er dan mee gedaan? Want als kinderen geen antwoord krijgen op die vraag, dan doof je eigenlijk nieuwsgierigheid. Want dan weet ze, ja, ik kan de vraag al wel instoppen, maar waarschijnlijk komt er nooit antwoord op. Dus samen met die school ging ik gewoon in het gesprek aan van, oké, wat zou je nou kunnen veranderen aan die box om ervoor te zorgen dat het wel beter wordt benut? He, bijvoorbeeld een standaard momentje op de vrijdag. Of bijvoorbeeld met kinderen zelf zeggen. Dan een vraag die jij stelde, of die de school stelde, of die de kinderen... Stel, deze kwam vanuit de school. Vanuit de school. Inderdaad, ja, tijdens de workshop werd dat aangekaart. Ja, niet zozeer Jason help ons, maar ze zeiden dit doen we. Ja. En toen was het kijken van kunnen we dit nog verbeteren? Zodat er echt dat er effect uitkomt. Nou, en daar zijn ze bijvoorbeeld aan gaan werken. Maar hoe is dat voor jou nou? Want je moet hun dan helpen. Blijf je daarnaast staan en stel je alleen maar vragen dat zij op weg gaan naar hun eigen antwoord? Of het is heel leuk dat die vragen opkomen. Maar ik ben dan heel benieuwd hoe jij je daartussendoor beweegt. Ja, nou, ik sta er niet als een poppetje naast natuurlijk. Tijdens de workshop spreek ik eigenlijk alleen met de leerkrachten zelf. Als je bijvoorbeeld niet de gastles voor de leerlingen hebt, dan kan je ook samen met de leerlingen denken. Maar inderdaad juist eigenlijk gewoon vragen stellen. En het laten zien hoe simpel het eigenlijk soms is om met nieuwsgierigheid aan de slag te gaan. Want ik ben het ermee eens dat de leraarkrachten een ongelofelijke druk ervaren. Ze moeten heel veel doen. Het curriculum is gewoon eigenlijk alles waar het om draait. Hè? Je moet gewoon de toetsen goed afsluiten. Dat is heel erg belangrijk. En juist dan dat steuntje in de rug kunnen geven hoe je heel simpel met nieuwsgierigheid aan de slag kan, vind ik heel erg tof om te doen. Het zit hem soms bijvoorbeeld alleen al in het indelen van je dag. Want ik ben er niet voor om curriculum om te gooien. Weet je wat? Er zijn gewoon bepaalde standaard dingen die leerlingen moeten leren. Dat is heel erg belangrijk en dat moeten we ook zeker niet veranderen. Maar ik denk wel dat je in dat bijvoorbeeld een dagindeling kan veranderen. Een voorbeeld die ik vaak noem, en dat is bijvoorbeeld ook via een onderzoek bewezen, is dat het bijvoorbeeld beter is om gewoon creatief je dag te beginnen. En wat je nu vaak ziet is... stel je voor, je bent een leerkracht en die komt vaak op school. Soms een kwartiertje van tevoren en dan klets je nog even gezellig met collega's in de kantine. Ben je geland en daarna ga je voor de klas staan. Leerlingen, die komen vaak op school, net op tijd voor de bel. En die moeten gelijk het boek openslaan en een kwartier gaan lezen. Dat is een heel andere manier van de dag beginnen. En wat eigenlijk veel beter is om te doen, is om die leerlingen ook even dat landmomentje te gunnen. Voor een kwartiertje gewoon eigen creativiteit, die je misschien anders in de middag zou doen. Haal die nou eens naar voren, zodat juist die nieuwsgierigheid al in het begin van de dag kan worden geprikkeld. En dan heb je eigenlijk de hele dag, heb je daar profijt van. En dat soort dingen deel ik dan
met de leerkrachten. En dan gaan ze dan mee aan de slag en af en toe koppen ze dat terug. En af en toe bel ik ze ook even na van, hey, hoe is het gegaan na zo'n workshop? Zijn er andere tips die je zou kunnen gebruiken? En wat hoor je nou? Wat vertellen ze nou? Nou, ik hoor dus wel heel vaak, omdat de tips die ik geef zo praktisch zijn en zo simpel, is dat ze eigenlijk gewoon direct de volgende dag ermee aan de slag gaan. Dus inderdaad even zo'n dag anders indelen. Of even een postertje aan de muur hangen om wat meer duidelijkheid te geven over nieuwsgierigheid. En daar zijn ze heel erg blij mee, hoor ik tot nu toe. Ja, hoe ben je op dit pad gekomen? Dat is ook een leuk verhaal. Ja? Ja, dat is, ik denk dat Crane Curls die bestaat nu zo'n, goed, al meer dan een jaar in ieder geval. Ik was toen net klaar met mijn eerste jaar van mijn master, innovatiemanagement. En toen ging mijn relatie uit. En toen had ik helemaal vakantie gepland. Kant op punt. Vakantie gepland, alles, het ging allemaal niet door. En toen had ik ineens een week vrije tijd. En toen dacht ik, hoe kan ik deze situatie, hè, deze negatieve situatie, nou omdraaien naar iets positiefs? Ik was al altijd een tijdje op zoek naar iets wat ik dan zelf wilde doen. En ik deelde al veel motivational quotes en zo op Instagram, maar dat kwam nooit echt helemaal van de grond. Want mensen wilden gewoon leuk zien wat ik ergens een drankje dronk. Je had weer vakantiefoto's gezien. Precies, ja. In plaats van Jason die weer eens oproept om jezelf te laten groeien en te ontwikkelen. En toen heb ik, omdat ik zo mezelf niet echt duidelijkheid had wat ik dan precies wilde doen, toen heb ik een karakterlijst uitgezet aan de familieleden, vrienden, met 200 verschillende dingen erop. En ik zei, nou, streep nou eens gewoon eens 5 tot 10 dingen aan die je bij mij vindt passen. En toen ik die lijsten terugkreeg, toen stond eigenlijk bij iedereen nieuwsgierigheid aangestreept. Okay. En toen ging ik vragen waarom. En toen kwam ik eigenlijk achter van, past wel weer bij dat beeld. Ja, precies. Hè? Dat gaat er weer door. Dat bevestigt wel weer. En dacht ik van, kan ik hier nou niets mee doen? Want ik post al die dingen op Instagram. En ik vind het heel leuk. En ik krijg heel veel energie van om mensen te helpen. Om zelfontwikkeling en jezelf te onderwijzen. En zo was eigenlijk in een brainstorm van 2 dagen uiteindelijk Creating Curiosity geboren. En toen heel simpel een logootje gemaakt, de kleuren bedacht, wat voor het thema hoort bij de kleuren, de eerste 9 posts gemaakt en toen gewoon begonnen. En zo is het uiteindelijk nu op bijna 1700 volgers op Instagram. En je geeft workshops. Ja. En je spreekt over we. Ik geef wel een workshop eigenlijk. Ja, weet je, ik vind het altijd gek als bedrijfsvorm, als om in de ik-persoon te praten. Maar dat is natuurlijk wel gewoon zo. Wat zou je heel graag willen doen? Ik ben nu een jaar bezig, het komend jaar. Mm-hmm. Wat zou je graag willen bereiken? 2020? Nou, ik zou heel graag meer de podia's op willen zoeken. Om gewoon echt naar het woord van nieuwsgierigheid verder te verspreiden. En ik hoop een soort van lesmethode te kunnen maken. Want nu ben ik het zelf vooral nog altijd die voor de klas gaat staan en bij leerlingen in contact komen met leerkrachten. Het lijkt me heel gaaf om een soort van eigen lesmethode te hebben waarmee leerkrachten zelfstandig aan de slag kunnen om met hun leerlingen. Dan ga ik een heel klein beetje uit, Jason. Want een lesmethode klinkt een beetje dat je dan op gaat schrijven wat mensen op welk moment gaan doen. Je vertrekt heel erg vanuit nieuwsgierigheid. Wat bedoel je met een lesmethode? Meer een inspiratieboek eigenlijk. Kijk, dat klinkt al heel veel beter. Precies. Het is niet zo van deze les doe je zus, deze les doe je zo. Maar meer de manier op hoe je dingen kan aanpakken. Juist bij vertrekpunten die je eigenlijk nu al hebt. Bijvoorbeeld dingen als rekenen. Hoe kan je daar nou een nieuwsgierig laagje overheen gooien, zodat dat interessant wordt voor elk kind. Zoiets. Waar denk je aan? Ik denk het eerste wat in me opkomt zijn die vragenkaartjes. Vragenkaartjes is inderdaad een heel goed idee. Wordt ook al veel gedaan en is heel effectief. Hè? Want het is ook een stukje stilstaan en nieuwsgierig zijn naar de ander of naar jezelf. Maar ik denk meer aan een stukje personalisering misschien. Dat je kan kijken van hoe kan ik er nou voor zorgen dat zo'n abstract iets als rekenen voor elk kind dan relevant kan worden gevonden. En hoe kan je met nieuwsgierigheid dat nou aanvliegen, zodat kinderen dat dan ook gaan inzien. Een onderzoek die ik laatst bijvoorbeeld las van Tim Post, dat is een PhD'er op de Universiteit Twente, die heeft bijvoorbeeld aangetoond dat het heel erg belangrijk is dat mensen, als ze aan nieuwsgierigheid willen werken, dat heel erg belangrijk is dat ze weten waarom nieuwsgierigheid zo belangrijk is en waarom het relevant voor hen is. Dus ik denk dat daar een heel mooi punt te vinden valt van oké, waarom is nieuwsgierigheid zo relevant voor jou? En hoe kan je de relevantie doorvertalen naar de vakken die we nu hebben?
dat zou ik wel interessant vinden, ja. Hey, en als laatste vraag, mensen die naar deze podcast luisteren, die zijn nieuwsgierig. Wat is de stap die zij morgen al kunnen doen? Hoe je zelf nieuwsgieriger kan worden. Ja, kan je iets meegeven? Vraag die ik heel veel krijg. En ik heb het zelf voor mezelf ook eens uitgedacht. En het zijn eigenlijk 3 stappen die ik voor mezelf altijd continu herhaal in een cirkeltje. En ik noem het zelf de 3 V's. En het is eigenlijk je nieuwsgierigheid voelen, volgen en vieren. Eerst is voor jezelf eens nadenken van hoe voelt nieuwsgierigheid nou precies voor mij? Dus hè, wat gaat er door me heen als ik nieuwsgierig ben? Als je weet hoe dat voelt, dan kan je het volgen wanneer het er komt. Dus dan ga dan op dat gevoel in, ga het verder ontdekken. En als je dan iets gedaan hebt waardoor je dus nieuwsgierigheid voelt, hebt, vier het dan ook. Hè? Koop voor jezelf een ticket voor die masterclass. Koop voor jezelf dat ene boek. Allemaal heel laagdrempelig in je comfortzone. Maar als je ziet dat als je dat cirkeltje blijft volgen, dan ga je toe naar een veel meer open mindset waarin je kan groeien, meer kan leren en ook anderen beter kunt begrijpen omdat je simpelweg nieuwsgierig bent. Nou, dankjewel Jason voor het gesprek. Ja, jij bedankt Jan-Jaap. Top. Leuk man. Echt leuk. Dit gesprek met Jason Frederik van Eunen is er eentje uit de serie Meesterwerk. Meer podcastafleveringen van Meesterwerk zijn te beluisteren via Spotify, iTunes, Soundcloud of kijk op janjaapjeweek.nl. Meer informatie over Creating Curiosity of nieuwsgierig denken is te vinden op www.creatingcuriosity.co. Je kunt deze aflevering een duimpje of een aantal sterretjes meegeven, zodat meer mensen deze podcast makkelijker kunnen vinden. Hoe dan ook, tot de volgende aflevering van Meesterwerk.